Hey kijkers van Dus David Games. Welkom bij een nieuwe video. Ik sta dus bij mijn nieuwe huis. Ik doe net alsof ik voor het eerst binnenkom, maar ik woon er dus al een aantal dagen. Ik ga jullie rondleiden. Ik ga jullie samen met de RV rondleiden. Oh, het is nog een klein beetje een rommeltje. Ik ga de buitenkant van het huis niet te veel laten zien, dus we gaan gelijk even aanbellen. Dat doen we hier. Ding dong. Mevrouw. Hey, ik kom naar binnen, want het is kapot koud. Wij staan dus voor alle duidelijkheid in wat wij noemen een portiekje. Ja, ik zal even de deur doen. Dicht door, ik hou hem vast. Zo, dit is onze hal. Eigenlijk best wel een kleine ruimte. Ja. Wist je dat hier alleen omdat het zo'n kleine ruimte is, dat je een hele mooie echo hebt? Heel mooi. Luister maar. Ha! Oh, sorry. Niet schreeuwen. Voordat we het huis gaan laten zien, wil ik even hier met jou reflecteren op de afgelopen 5 jaar. Dat wil je hier doen? Ja, vind ik een perfecte plek. Dankzij jullie, dankzij kijkers, dankzij ons eigen harde werk ook. Want het is niet alleen maar alsof jullie video's zitten en editen voor ons. We doen het ook voor een deel zelf. Maar voor een heel groot deel dankzij jullie en wat jullie ons gegeven hebben en de populariteit, de steun, hebben wij ons eigen huisje kunnen kopen. Nee. En ik vond het wel even tijd. Ik zie wel eens roomtours en huistours en dergelijke. Van Amerikaanse YouTubers laten alleen maar zien hoeveel Lamborghinis ze hebben. Wij doen dat niet, we hebben geen Lamborghini. Nee. maar ik wil jullie wel even heel erg bedanken daarvoor. Want dankzij jullie hebben wij ons huisje kunnen kopen. We hebben onze villa. Ons droomhuisje. Laten we daarop houden, want het is een heel groot huis. We zijn gewoon heel erg blij ermee. Alleen we hebben nog geen zwembad achter. Kom, we gaan even verder. Ik ga jou volgen alsof het de house tours is. Dus doe maar, mevrouw zwanger. Nee. Ja, zeker weten. Ga naar binnen. Het is echt super rommelig. Ik heb het al gezegd. Het is gezegd dat het kapot rommelig is. Deze tafel kennen jullie waarschijnlijk wel van andere video's. En die staat hier zo. Dit is deel 1 van de woonkamer. En dit zijn de bloemetjes die we hadden gekregen. Ja, we hebben heel veel bloemetjes gekregen. Super lief. Hierboven komt lekker veel licht binnen door de extra raampjes. Die komen hier nog te hangen. Maar die liggen hier zo? Nee, die liggen in de auto. Oh, oké. Okay. Dan moet je even goed opletten als jullie hier rondlopen. Want het is soms een klein beetje onhandig om, als je hier niet bent, zeg maar, om dat werkelijk te zien hoe het zit. Dit is dus deel 1 woonkamer. Ik loop er even doorheen zo. Dan kun je het zien. Eetkamer eigenlijk. Maar ja, klopt. En dan daaraan zit de keuken al. Hier. En dat is eigenlijk best wel een mooie keuken. Laat eens even zien. Wat vind je leuk aan de keuken? En mag eerlijk zijn, wat vind je kut aan de keuken? Dat zou ik doen. Want er zijn een paar dingetjes die ik wel anders wil. Ja. Zoals de meeste van jullie wel weten, ondertussen vind ik koken en bakken heel leuk. Dus voor mij is een keuken belangrijk. Ja. Wat ik heel fijn vind is dat je daar het kookstuk hebt. En dan aan deze kant juist gewoon nog je ding kan doen en schoon kan maken. Oh ja, je hebt hier een wasbakkie, je hebt een vaatwasser, je hebt hier heel veel laads. Laten we zo'n snoepla even zien. Snoepla. Oh my god, jongens. Dan zijn wij volwassen, hè? Het is echt alsof we 12 jaar zijn. Maar, oké. Okay. We zijn ook een beetje kinderen soms nog. Ja. Nou, de wasmachine, die is op zich wel goed. Maar hij maakt niet super goed schoon. Nee. Oftewel, ik kan het niet gewoon vies erin zetten. Ik moet het eerst alsnog afwassen. Oftewel, binnenkort waarschijnlijk een nieuwe afwasmachine nodig. Maar het is even niet anders. Bij deze kant. Fijn. Ja. Deze, uiteindelijk wil ik dan niet met vuur, want dat vind ik zelfs altijd wat spannender. Geen vuur. Maar hij is wel heel mooi en heel groot, zoals je kan zien. Ja, als we daar een inductie, of noem je dat? Dat is wel heel fijn. Dat elektrisch koken shit. Keramisch, whatever, wat maar het beste is. Als we dat daar hebben, dan wordt het een stuk mooier. Ja, grote afzuigkap en zo. We hebben laten een soort multi-combo oven. Een combi-oven met magnetron. Alleen de magnetron hebben we zelf ook al. Dus deze gebruik ik vooral als oven eigenlijk. Ja, en wat zit hierin? Hier? Dit is de koelkast. Het is de koelkast. Oh ja, wij hebben eten. Oh ja. En dan hebben we dit speciale. Oh, kan wel wat speciaals. Super dure kristalwijn. Dat is 500 euro per fles. Die niet mogen drinken. Alcoholvrije wijn. Wijs. Dat is nog naar wijn. Wijze wijn. Ja, en ik heb nog nooit in dat kastje gekeken wat eronder zit. Wat? Ik wel. Wat zit erin? Nou, dat is mijn naadje voor bakspul. Hier liggen allemaal bakspulletjes. Daarachter ook nog. Oh my god. Deze hebben we ooit gehaald voor feest. Ja, met patatjes en chipjes ofzo. Nee, dat was met het Hawaii feest wat we toen hebben gedaan. Hebben we er alcohol in gegooid? Ja. Goed, we gaan nu verder. Want dit dus is dus voor deel van de woonkamer. RV noemt dit een achtertafel. Maar zoals je ziet staat het dus in het begin van de kamer. Daar gaat het niet om.
Nee. De tafel die voor staat, de eettafel, nee. Als die vooraan in het huis staat, is het een nee. Voortafel nee, het en niet een achtertafel. Nee. Kijk, de achtertafel is de tafel waar je normaal gesproken met z'n allen gaat eten en dineren en dat soort dingen. Nee. En de voortafel is, kan je zeggen, het lounge stukje waar je met z'n allen chillt. Ja, maar de mensen in het noorden die noemen dit de grote tafel. En het kleine tafeltje bij de tv noemen we een kleine tafel. Ja. Oké, we gaan in ieder geval verder, want zoals je ziet hebben we hier een soort van heilige doorgang. Ja. Hoor je het geluid al als we door de heilige doorgang gaan? Oh. En dan komen we eigenlijk in een identiek stukje van het huis. Maar dan, ik ga jou wel even filmen. Okay. Deel 2 van de woonkamer. Dit is eigenlijk de zithoek. Deel 2, dit is inderdaad de voor. Welcome to the floor. Maar dit is de zithoek. Ja. Het is een beetje, ik ga een beetje in het hoekje staan. Het is een beetje heel groot, Revé. Ja, maar dit Revé, is echt relaxed. Hoor je me nog wel? Hallo! Hallo! Nee, maar dit is, deze kennen jullie waarschijnlijk al van deze hallo. Ja. De bank hadden we al, tafel hadden we al, dus dit is redelijk herkenbaar. Alleen hebben we het iets anders neergezet en daar zullen we een mooie voor de muur. Ja, ja, precies. En daar, hier ligt nog allemaal rommel. En uiteindelijk willen we dan hier nog ergens in de kamer natuurlijk zo'n babykripje doen. Ja, ik wil een box, zat te denken om die waarschijnlijk hier te zetten op die kant. Mm-hmm. En daar willen we eigenlijk een kleine kappen, een grote kappen gaan naar boven toe. Ja, oh, dat is ook wel een ding. Die staat nou hier en je denkt waarschijnlijk, man, wat een ruimte nemen we het in. Klopt, dit houden we leeg, deze gaat naar boven en dan gaan we ergens hier in de kamer nog een... Het idee is dat we daar een kroonluchter gaan hangen. Oh. En dat daar dan allemaal familiefoto's gaan komen op de muur. Luxueus! En poezenfoto's. En poezen... Ja, maar doen we ook bij de familie. Over poezen gesproken! Kom, we gaan naar de poezen. Okay. Want we hebben dus, dit was vroeger was dit een heel groot huis. Daar hebben ze een uitbouw gedaan. Wij gaan dat laten zien wat daar nu allemaal zit. Dus dit was het eerste huis. En hierboven hebben we ook nog allemaal dingen. En toen dachten ze van, hey, we gaan hier nog veel meer maken. Ja. En dan kom je in één keer in een halletje terecht. Dit is het halletje. Hier hebben we eigenlijk een beetje een washok / eten voor de katten / kattenbak. Ja, hier zit de schuur toch? Kunnen we daarbij? Ja, ik heb wasopvanger. Nee, zakjes. Oké. Okay. Netjes doen jij, meneer. En hier een schuur. Ja, die zit waarschijnlijk slot. Stom. Nou, doe voorzichtig. Ja, hier gaan we samen met Job gaan we ontvoerd video's maken. In de schuur. Nee, het is een lelijke schuur, maar het is een grote schuur. En dat is eigenlijk het enige wat we erover kunnen zeggen. Dat is super chill. Oké, okay, op naar de... Poester. Oké. Nou, hier heb ik een washok. Daar staan een wasmachine. Het is niet zo boeiend. De grootste wc van Noord-Nederland. Wc? Ja. Boven is nog groter. Ja, dat is wel waar. Hier is de grootste wc van Nederland. Nou ja, weet je wat het is? Je denkt van wc. Maar dan in één keer hier, dan heb je hier zoiets. En ja, dat ziet er heel leuk uit. Maar man, je kan hier letterlijk... Ik ben lang. Ik steek nou mijn been uit. Ik ben nog niet eens bij de wc. Maar het is wel schattig. Willen ze mensen met benen van 3 meter hier hebben of zo op bezoek? Als het nodig is. Jesus Christ. Nou, en dan komt ons Van de Valk momentje, noem ik het altijd maar even. Hey. Het is nu echt nog een teringbende. Echt een bende, schat. Maar we hebben dus zeg maar een complete uitbouw met dus al die hallen en garage en wc's en zo. En dan hebben we hier eigenlijk dus onze slaapkamer. En ja, de behang moet je nog even niet op letten. Dan gaan we nog wel even uitleggen wat daar komt. Maar bedenk je even in, vanaf hier zo, over een kattenpluis. Ja, heel erg. Helemaal dit. Ik vind het echt een Van de Valk ding met zo'n kast en een poes. En hier dan, daarom vind ik het Van de Valk, hebben we eigenlijk dus nog een extra badkamer waar we nog mee kunnen doen wat we willen. Want nu zit er in, nou gewoon een beetje standaard, weet je wel. Je hebt, of standaard. Nou ja, dat is je, hebt, netjes, je hebt een mooie wasbak. Mooie bruine tegeltjes. Hier is een... spiegels en shit, kastjes. Ja, en dit is het leuke. Hier is weer even douche. Hier kunnen we doorheen. Zoom, hallo. Sorry. Ja, en inderdaad een regendouche. Ja. Zal ik hem aanzetten nu? Nee. Nee? Oké. Okay. Nee, dus dat is wel heel mooi. En dan hebben we hier heel veel ruimte. Kijk, zeg maar, dat is meer dan 1,5 meter. Dat is 2 meter. En wij zaten zo te denken, wat nou, want dit is echt nog helemaal loze ruimte. Ik ga het vanaf hier laten zien. Wat nou als we hier zo, kijk, dit is voor de maat, dit is een reveetje. Dat we hier zo, zo'n dikke vet jacuzzi jetset bubbelbad neerflikkeren. Dat je zo lang uit zijn of 3, dan kunnen we ook bezoekers hebben. Hangt van de bezoeker af.
gekeken hoor. Lekker ding of zo, die mag wel even op bezoek hoor. Ja, wel helemaal. Ja, toch? Ja, en dan hier dus de poezen. Die zijn. Hi Shadow. Ja, die zijn. Dat beest wordt ook groot trouwens, hè? Ja. Die kijkt naar buiten, kunnen we ook wel even kort doen. Hi. Kan je het zien? Hier gaan we, ja, makkelijk. Dan gaan we zo meteen kijken bij onze tuin. Oh, sorry schat. Ja, en dus momenteel verhuizen. We zijn wel een beetje bezig, maar het is, kost echt dagen nog om dit te fixen. Ik wil wel wat uitleggen daarover. Hey. Want heel veel mensen die zullen misschien zo van, je bent nu al 2 weken hierin en het is nog zo'n rommel. Maar ik vind wel dat we erbij moeten zeggen dat wij allebei weinig tijd hebben om het er netjes te maken gelijk. Hey. Die kijkt echt zo van hel. Nou. Ja, nou, maar de grap is, we hebben nog 2 hele grote dingen te laten zien. Alles boven en de tuin. Dus zullen we eerst de tuin doen? Even poesjes knuffelen. Ja, ga jij maar even. Ik wil ook wel eens een keer poesjes knuffelen. Maar dan zeggen ze altijd, oh niet nu, er zijn mensen bij. Wat? Oké. Verder jij. Ja, we lopen lekker verder door ons huis. Het duurt even voordat we er zijn, dames en heren. Het is echt een hele rit. Maar we blijven gewoon wandelen nog steeds. En hier zo, de deur is inmiddels open, gaan we naar, niet naar boven. Dat gaan we nog niet doen. We gaan eerst even naar buiten toe, denk ik. Je hebt nog een kelder. We hebben nog een kelder. Zullen we dat even doen dan? Nee, jij mag erin, ik niet. Nee, toe hè. Geen idee. Als je mij erbij laat, ga ik het vinden. Ik heb hem gevonden voor je, alsjeblieft. Oh, hell no! Nee, ik ga hem naar beneden, kan mij het schelen. Dames en heren, onze supergevaarlijke... Kinderopsluitende, altijd beknellende, opsluitkelder. Ik ben hier echt 1 keer geweest toen we het huis gingen bezichtigen. Ik heb het nog nooit gezien, want ik kan er niet afwegen. Nee, dat moet je ook niet doen. Kom, we gaan weer gauw naar boven. Want we gaan naar buiten, naar de tuin. Even een lampje uit. Ja. Doe jij de lampje maar eens even uit, meisje. Ik doe de deur wel goed dicht vanwege de... Goed dicht? Poezen. My god, waarom... Zo, nu zit dicht. Ze zijn aan het lachen. Oh my god. Ja, Thor, draai de deur maar open. Ja, nou, nu, het is nu wat herfst. Nee, het is lente. Koud. Is het inderdaad een beetje koud en het is allemaal nog niet zo heel erg sfeervol en zo. Maar wat we dus hebben, blijf staan. We hebben hier best wel een grote, hoe heet dat? Is dat een veranda? Is dat een serre? Is dat een porch? Ik weet ook niet wat het is. Ik kan het niet maken. Oh, en daarboven trouwens gaan we zo meteen kijken, maar dat komt zo wel. Nou, hier zaten we dus net te kijken. Dus daar achter dat raam is de ingang van alles. Oh ja, hier hebben we een dode struik, sowieso. En hier zaten dus die poezen achter. Wij kunnen dus, als ze willen, deze schuifdeuren openen. En op die manier kunnen wij dan gewoon lekker naar mijn broekzak af. Hey, kunnen we gewoon lekker onze tuin in de zomer? My god. Vind je het leuk? Vind je het grappig? Het zag echt lastig uit. Jullie konden het niet zien. Nee. Het zag er heel mooi uit. Ja, weet je wat er ook mooi uitziet? Ik in een spiegel. Goed, hierachter dan even heel snel. Ik kan het wel even laten zien. Hebben we dan een deur? Dus nee, jullie kunnen niet naar binnen. Want dat ding kan op slot. En dan hebben we hier een vijver. Alle vissen zijn er al uit, hè? Was lekker, hè? Lekkere kibbelingen. Maar die grap mag ik dus niet maken. Nee. Leuke vijver, maar we hebben kinderen, dus waarschijnlijk gaat die dan gedempt worden. Ik denk om uiteindelijk een zwembad te maken ervan. Ja. Maar dat is over 2 jaar of zo pas. Ja, komt nog wel. Dan ga je daar je moestuintje maken. Met dat rare hok. Er komt een moestuintje. Er komt inderdaad een moestuintje. En ik loop er wel even gauw doorheen. Reveel blijft lekker staan, want die staat nog op de sloffen. En we hier eigenlijk, dit gaat nog best wel ver door. Helemaal daarachter. Kijk. Broek ophouden, anders zakt hij af. Dit is ranzig. En hebben we hier nog een grasveldje. En hebben we hier nog iets voor, I don't know, fietsen of zo. En dat is officieel een schuur. Maar die ga ik nou niet laten zien. Daar heb ik geen zin in. Hier is onze slaapkamer. Met de poezen. We gaan gauw weer naar binnen. Reveel heeft de deur op slot gedaan. Hé, hey, als je niet open doet, doe ik mijn broek uit. Ja, ga maar lachen jij. Oké. Okay. Ja? Doe godverdomme die deur open. Anders ga ik de poezen bang maken. Ja, schiet nou maar op. In de dikke tetten. Beetje de sleutel zitten te ownen. Hé, hey, ik zie mezelf. Ga mijn broek optrekken voordat mensen het zien in het spiegelbeeld. Kom op jongen, doe die deur open.
Moet ik bij jou doen, jongen? Oh, dan ben je gelijk kapot chagrijnig, hè? Bij mij mag het niet, ik ben zwanger. Ja, dan goed met jou. Wij gaan naar boven. En als jullie de vorige video gezien hebben, dan weten jullie dat daar de studio zit. Dat gaan we nog steeds even zien. Hoppakee, lampje aan. Trappetje. Ja, doe maar. Trappetje, trappetje. Mm-hmm. Een dubbele trap. We moeten eerst hier omhoog. Deze kennen jullie misschien wel van mijn studio. En dan gaan we omhoog. Nou, kamer 1 naar rechts, dacht ik zo. Dat is heel lelijk. Dit van de weg. Wat? Die was ja, zo. We hebben, komt een nieuwe deur. Het was wel zo. Hier heb ik een beetje zoiets van, godverdomme, de reden. Laat maar erin. En vanavond hier een tiener zo die nogal agressief was. Echt, hè? Nou, dit is een slaapkamer, maar het is een hele grote. Ik had het even laten zien vanuit de hoek. Kort? Groot, ja. Een soort van. Het is echt insane groot. Ja, er staat hier nu een bureautje. Gaan we niet zo heel veel mee doen. We hebben dan daar een reveetje. Gaan we ook niet zo heel veel mee doen. En hier, natuurlijk, een bed met een... Hoe heet zo'n ding? Zonnebank? Een zonnebank. Hier kijk je dan uit. Ik weet niet wat dit is. Is dit voor kinderen met straf? Oh. Nou, voor mij moet jij persoonlijk erin. Jij, want jij doet de deur niet open voor de baas. Ja, maar jij vindt niet dat soms ook gewoon. Tuin, zoals je al zei. Ziet er mooi uit. En zonder daar al te veel te laten zien en dergelijke, kan het een beetje zo doen. Ik heb hier een balkonnetje. Hier hebben we nou ook nog een keer een balkonnetje. Is heel leuk, kijk je uit op de straat. Next! Kom maar mee. Ik volg al, baas. Oh, de deur weer dicht doen. Mm-hmm. Deze kamer maar in? Ja. Dit is nog helemaal niet interessant om te zien, maar het wordt heel interessant. Want? Dit wordt de babykamer! Dit wordt de babykamer! Ja, nee, hier. 3,5 bij 3 meter. Groot genoeg. Rommel gaat er nog uit. Dit gaat er allemaal nog uit. Maar hier gaat alle baby's nog staan. Hier gaat de baby slapen. Hier komt waarschijnlijk... Weet je dat het groter was dan mijn slaapkamer vroeger? Ja, mij ook. Waarom? En die geven wij aan een baby. Ja, maar the fuck? Baby wordt ook ouder. Oké. Okay. Kom, we gaan... En hier heb je nog een kast. Ja, die gaan we dus echt niet laten zien. We gaan de andere kast laten zien. Jouw inloopkast. En ook het idee wat we erbij willen gaan doen. Dat is gewoon vet. Ja, want dat is nu een beetje saai. Wat we willen is heel tof. Ja, dus... ik kom er wel even aan zo. Hoppakee. Nou, de inloopkast van een vrouw. Hij is een meter breed. 2,5 diep. Is heel leuk. Valt mee hoor. Ja, is een meter ongeveer. Ja. Ja, hier wil jij al je kleding en schoenen en tasjes kwijt. Of in ieder geval veel. Alleen ons een vet idee om ooit, want dit is dus geen draagmuur zijn we achtergekomen, om hier van die ramen in te doen, zodat als je dan hier zo, bij de trap, dat zit letterlijk hiernaast, dat je hier zo, kun je er al doorheen kijken en dan zie je dus de vitrines met tasjes, want Rivé is Michael Kors fan, dus die heeft allemaal van die Michael Kors tasjes en schoenen en zo, dus die, dat gaat wel heel vet worden, maar dat is een toekomstproject, voorlopig doen we gewoon normale schoenenrekjes, right? Voor nu wel, ja. Nou, hebben jullie beneden een badkamer gezien? Ja. Maar er is er nog één. Ja, dit is de badkamer boven. Ja. Zoals je kan zien, het is nu echt nog steeds een rommel hier ook. We zijn al wel 3 keer in bad geweest. Ja, maar het bad is lekker. Ja, we hebben hier nog een bad. Of eigenlijk een bad, en naar beneden moet hij nog komen. Dan hebben we hier een douchecabine. Ja, hier heb je ook een met lampjes en shit en zo, maar prima. Zo'n hang... noem je dat? Radiator. En dan ja, en dan kom ik even helemaal zo staan. Dan hebben we hier nog een of andere lelijk... Hi! Ik moet nog steeds mijn broek optrekken. Elke keer als ik een spiegel zie. Dan hebben we hier dus zo'n ding. Ja. Leuk! Ga nu de grootste wc van Nederland bekijken. Denk je? Oké. Toch? Kom ja, we komen al. Heel spannend. Waar zien we dit? Dit is echt... Het is veel te groot. Dit is een wc-hok. Dit is een wc. Wat moet je met zo'n grote wc? Ik weet niet, maar ik denk dat we zo, als we zouden proppen, zou die 12 man in kunnen. En dat is wel lichter dan haar. Het is net te klein voor een slaapkamertje, maar het had niet veel geschild. Nou, het is echt, eerlijk gezegd, het is even groot als de inloopkast. Groter. Zoals groter. Nou, hier hebben jullie natuurlijk in de vorige video gezien, is de studio. Dus die gaan we nou niet bekijken. Hierboven mij. Ergens, hier zo. Heb je een zolder, maar daar gaan we nou ook niet op. Maar misschien dat ik dat een keer voor opnames wil gebruiken. Dus dat houden we lekker geheim. We gaan naar beneden hobbelen. Pas jij goed op met hobbelen? Ik hobbel heel voorzichtig. Oké, helemaal goed.
En is het einde van de huistour. Wij hebben ook nog een 2 opritten, waar natuurlijk mijn auto op staat, maar dat komt wel een keer. Ik heb liever niet dat iedereen weet wat voor auto ik heb, vanaf volgens mij naar huis en zo. We hadden weer leersem ook ons vorige adres. Ja. En uiteindelijk geeft het niet, als jullie weten, dat mensen die hier wonen, die hebben zoiets van, oh dat huis, 100%. Ja. Maar het is, dat geeft is niet. Alleen bel niet zomaar aan. Ja. Niet random aanbellen, mogen een handtekening. Maar ze zijn vaak aan het opnemen, wee je zwanger. Ik zeg toch altijd nee. Daar heb je meetings voor. En als je mij ergens in het wild ziet lopen. In het wilde David. Gooi pokeball. Wilde David. Dan mag het ook. Ik ga even andere hand pakken trouwens. Dan kun je ook gewoon even vragen om een foto. We hebben dat in de supermarkt al gedaan. We hebben dat bij de kaasboer al gedaan. Mag. Ja, maar niet aan ons huis. En al helemaal niet proberen over het hek te klimmen. Want pas me op voor de poeten. En niet alleen dat. Bel ook niet de hele tijd gewoon mijn belletje lellen en dat soort dingen. Want ik moet elke keer naar beneden lopen. En met een zwangere buik is dat best wel. Poezen worden bang. Zwangere vrouwen. Dus normaal gesproken zou ik zeggen. Over een paar jaar of zo. Ga maar lekker belletje trekken. Dat heb ik vroeger ook heel veel gedaan. Maar nu de komende maanden gewoon even niet. Ons huisje. We zijn er heel blij mee natuurlijk. En we hebben jullie natuurlijk al bedankt. Dus ik ga dan nog even één keer doen. Heel erg bedankt jongens voor. Dat jullie dit mede mogelijk gemaakt hebben. Om onze familie op te zetten hier. Natuurlijk ook vrienden en familie heel erg bedankt. Die geholpen hebben met. Van het uitzoeken. Tot aan het keuren. Tot aan het verhuizen. Tot aan het nu nog. Dingen uitbouwen. Heel erg veel bedankt daarvoor. En dat was hem. Vergeet niet van like achter te laten. Vergeet niet even te zeggen dat Revé een hele mooie inloopkast heeft. En abonneer inderdaad even op DDG. Want dan blijf je op de hoogte van nieuwe video's. Er komt vast nog meer. Want als het huis helemaal klaar is. Dan denk ik dat wij een of andere toffe editor in gaan huren. Enno of zo, weet je wel. Die dan echt zo'n MTV Cribs mee gaan maken. Dan kopen we expres een fles champagne voor in de koelkast. Doen we. Goed. Prima. Bedankt voor het kijken jongens. En tot de volgende keer. Later. Hey.